Margreet Bosma, oppositie, althans nu nog wel. Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Maar hoe heb jij nou tegen deze avond aangekeken? Nou, we gingen er vanuit dat deze avond toch nog iets anders in elkaar zou hebben gezeten als dat het uiteindelijk geworden is. We hebben kort voordat we naar de raad vertrokken het horen gekregen dat nu dan ex-wethouder Koster zijn ontslag heeft ingediend. Ik moet zeggen, ik vind het dapper van hem. Ik denk ook dat het een goede keuze is geweest om het op deze manier te doen. Toen werd natuurlijk het verhaal ietsje anders. Waar ga je het dan over hebben? Hè? We hadden allemaal wel onze stukjes voorbereid. En dan ga je toch kijken van waar gaat het nu over? En nou ligt er een nieuwe motie. Dus de eerste motie was het vertrouwen opzeggen in wethouder Koster. En nu lag er de motie het vertrouwen opzeggen in de coalitiepartner. Waarvan wij denken van, dat wordt een moeilijke. Want wij zijn geen geen coalitiepartner. Hoe kun je dan het vertrouwen opzeggen in iemand anders coalitiepartner? En dat is ook niet gebeurd? Dat is niet gebeurd uiteindelijk, nee. Harry Rietman die heeft aangegeven, wat doen we gaan we eens even technisch naar deze motie kijken. En kunnen we na deze motie anders met elkaar om dan dat we zonder motie hebben gedaan. Dat was eigenlijk zijn insteek. Dus we hebben het ook van harte ondersteund dat deze motie is ingetrokken. En de heer Spoelstra heeft dat ook gedaan. Dus onze dank daarvoor. Toch hoorde je af en toe harde woorden vanavond. Ja. Intimidatie heb ik voorbij horen komen en nog wel meer. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou, ik schrik daarvan. Ja, ik schrik daarvan. We hebben de afgelopen week gesprekken gevoerd. Zowel met de coalitie, de ChristenUnie, als met Buitengewoon Zwarte Waterland. Buitengewoon Zwarte Waterland hebben als volledige oppositie gesproken. Ik vond dat het initiatief vanuit het CDA om dit gesprek te gaan voeren, om toch helderheid te krijgen en ook de kans te geven, ook de partij Buitengewoon Zwarte Waterland, om het verhaal te doen. Hoe kijken jullie tegen de zaken aan? Dat gesprek heeft gisteravond plaatsgevonden. Toen waren we er eigenlijk al wel uit van, nou, de een heeft een andere werkelijkheid als de andere partij. En ik denk ook niet dat we daar verder over moeten hebben. Zoals ik al zei, wij zijn geen coalitiepartij. Wij zijn niet bij coalitieonderhandeling geweest. Wij zijn niet bij collegevergadering geweest. We hebben ook niet meegemaakt hoe het gespeeld heeft. Nou, je hebt de reactie ook van Eddie Bilder gehoord. Dat het persoonlijk ging het heel vriendelijk met elkaar. Alleen ja, als je dan, laat me dan een beetje in de zaak doen. Als je zakelijk naar elkaar ging kijken, dat er toch wat wrijving. En dan kun je zeggen, ja, zonder wrijving geen glans. Maar deze wrijving wil je niet hebben. Als ik de volgende keer met je spreek, ben je dan ondertussen wethouder Bosma? Daar kan ik niet op ingaan op dit moment. Maar dat begrijp je.